Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 25 september 2014. Mark Rutte gedraagt zich als Hitler in relatie tot de Nederlandse bijdrage aan de Irakoorlog. Hij is bezig met een hersenspoelstrategie die Hitler ook gebruikte. Je moet weten dat ten tijde van Hitler er nauwelijks verdragen waren. Er waren geen mensenrechtenverdragen en ook geen internationale rechtbanken. Hitler kon dus hersenspoelen wat hij wilde. Het was in die tijd normaal dat je hersenspoelde om of een oorlog te starten, of om mensen te vermoorden, of om je zin te krijgen, op welke manier dan ook. Maar we leven nu in 2014. Mark Rutte kiest ervoor om hele strategieën te bouwen waarmee hij het volk hersenspoelt. Wij worden nu gehersenspoeld in een diepere laag van Wereldoorlog 3. Rutte stelt dat er een volkenrechtelijk mandaat is voor de bijdrage van Nederland aan de Irakoorlog. Dat is er helemaal niet. Nederland is officieel sinds 2 juni 2014 100% dictatuur. Het parlement, de kiesraad en de koninklijke familie hebben tegenover mij bewezen dat zij willen dat het parlement, de kiesraad, de koninklijke familie en dus ook het internationaal strafhof, rechtspraak, advocaten, orde, universiteiten, 100% de vrijheid hebben om burgers te folteren en doden wanneer ze daar zin in hebben. Dat komt door de rechtszaak die ik gestart ben in mei 2007 tegen Nederland bij het internationaal strafhof. Toen kon ik al bewijzen dat onze rechtbanken corrupt zijn, dat onze advocatenorde corrupt is. Het internationaal strafhof heeft toen die nep veiligheidslobby gebouwd en heeft alleen maar zwarte dictatoren in de gevangenis gezet. Omdat de oorlog toeneemt, heb ik in 2014 geprobeerd de gang van zaken bij het ICC te stoppen. Door mensen onder druk te zetten, te dwingen de waarheid te vertellen over de corruptie binnen het internationaal strafhof, maar ook over de leugens van onze veiligheidsexperts. Dat is niet gelukt, het is niet gestopt, maar ik kan u wel bewijzen dat dus alle politieke partijen, de kiesraad, koning Willem-Alexander, Maxima en meester Pieter van Vollenhoven, willen dat Nederland een dictatuur is en dat het internationaal strafhof hen beschermt en het internationaal gerechtshof. Nou, dat weet Al-Qaeda. Dat weten alle criminelen. Blank, zwart, rood, groen, paars, allemaal. Dat weet Ban Ki-moon. Ban Ki-moon heeft al in 2008 bewezen dat hij wil dat hij boven de wet is en dat het internationaal strafhof dus een dekmantel is voor westerse leiders. Dus, Nederland is officieel een dictatuur. Het was het al in 2007, toen was het een gedeeltelijke dictatuur. Nu is het een 100% dictatuur, sinds 2 juni 2014. En dus heeft Nederland geen juridische positie. Maar Nederland negeert dat. Mark Rutte zegt tegen het volk, wij hebben een volkenrechtelijke mandaat. En dat is dan gebaseerd op zo'n resolutie van de VN. Maar de VN heeft ook geen bestaansrecht, omdat de VN Ban Ki-moon dus bewijst dat hij wil dat het ICC mensen vermoordt. Dus, de realiteit is dat Nederland een strategie ontwikkelt om het volk te hersenspoelen. Bijvoorbeeld gisteren die Europol-actie. We hebben 1000 mensen gearresteerd. Mensen, dat is een dampbel binnen de criminaliteit. Dat is niet eens een druppel op de gloeiende plaat. Dat is een dampbel. Dat stelt helemaal niks voor. En waarom niet? Omdat ik bewijs dat Rob Wainwright mijn dossier misbruikt om de Nederlandse elite te helpen bij het vermoorden van mensen en het handhaven van het internationaal strafhof en het internationaal gerechtshof als dekmantel voor die moorden. Dus al die criminelen, weer alle kleuren, maten, soorten, lachen Nederland uit. Het Europol staat in Den Haag. Bovendien werkt Rob Wainwright voor Downing Street 10 en niet voor het Nederlandse parlement. Dat heb ik allemaal uitgelegd in andere video's, in een brief van mij aan Wainwright die hij niet heeft beantwoord. Het feit dat hij heeft geweigerd die brief te beantwoorden bewijst dat hij dus crimineel oorlogsmisdadiger wil zijn via de ICC-lobby.
Wat gaat er nu gebeuren? Nou, ik denk dat Nederlandse politici geliquideerd gaan worden. Ik denk dat we het Afghanistan-scenario krijgen en dat is dat de terroristen, politici, machthebbers gaan liquideren. En dan krijgen we naar typisch Nederlands voorbeeld weer het geschreeuw van al die ellendelingen. Zij willen beveiliging. En dan komt het erop neer dat ze het volk laten plat bombarderen op een station, bij een kantoor, op straat. Maar dat zij persoonlijke beveiliging voor zichzelf organiseren. En dat zal dan weer een verdere intensivering van die oorlog zijn. Dus Mark Rutte hersenspoelt het volk omdat hij weigert te werken met wetten, verdragen, grondwet, rechtbanken, advocatenorde, advocaten, advocatenkantoren en internationale rechtbanken. Dag.